zeg je toch? Foei! Stout, op je kont. Ja, de volgende keer krijg ik je kont. Mijn arme buurman, die hoort het ook dat ik hoesten moet. Dus buurman, Michel, I am so sorry. Goedemiddag lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. En de Beestenbol die zijn er net uit geweest. Ik was er voor mijn doen bij tijd eruit, want ik moest om 1:15, vanaf 1:15 moet ik het zeggen, tot 1:15 kon ik mijn huisarts bellen. Ja, wat denk je? Krijg ik eerst een Mary, terwijl ze die geappt had en die had ik terug geappt, belt ze. Oh, ik kom je straks even die broek brengen. Ik zie, ik moet wel 1:15 de huisarts bellen. Die komt er 1:15. Donder gaan tekeer, ik kon het bandje niet meer horen, dus ik wist niet meer wat ik doen moest. Dus weer neergelegen. Ik zag er door in de hand toe. Belt ze ook nog aan, terwijl de poort open staat wat ze weet. Hoe, Mary toch? Foei. Stout, op je kont. Ja, de volgende keer krijg ik de kont. Maar ja, die honden gingen dus tekeer, de dames. En vreselijk allemaal. Niks meer. Nou, toen... ze kwam ook niet binnen, ze bracht wat eventjes om wat af te leveren. Dat moet ik maken voor haar, prima, komt goed. Hoe heet het? Toen heb ik weer gebeld, was ik nummertje 6. Oh, denk ik, dat kan lang duren. Nou, dat viel nog 100% mee, langer duren. Ik heb mijn verhaal gedaan. Nou ja, dat hoesten, dat zal nog wel even duren, volgens de geleerden. En daar baal ik van, want ik wil hebben dat het overgaat. Maar hij kan er ook niks voor geven. Want hij denkt ons dat het met de corona nog te maken heeft. Maar ik mag wel boodschappen doen, et cetera. Ik mag gewoon gaan en staan waar ik wil, want ik ben verder beter. Het is niet besmettelijk meer. En of het heeft met mijn COPD te maken. Ja, wat is het nou? Jij bent dokter, ik niet. Potverdikkie. Maar ja, mijn arme buurman, die hoort het ook dat ik hoesten moet. Dus buurman, Michel, I am so sorry. Mijn excuses, maar ik hoest. Ja. Dat moet je nog even mee leren lezen hoor, voorlopig, zolang ik het heb. Wanneer het over gaat, weet ik ook niet. Ik heb het ook liever nu dan morgen hoor. Ja, ik geloof. Ik hoop dat je mij accepteert wat dit dan gaat. Maar oké, gedane zaken nemen gewoon geen keer. Ik kan er niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. Maar... in ieder geval, ik zit te wachten. Straks komt onze lieftallige Stefan weer. Jee, daar ben ik helemaal blij mee, ja. En wat ik ook zeggen wil, gisteren heb ik de hele camera niet gepakt. Ik heb gisteren niet gefilmd. En ja, de hoeveelste is het vandaag allemaal? Het is de eerste, geloof ik. Ja, de eerste van de tweede, oftewel 1 februari. Dat, ik kan er helemaal niks aan doen. Ik was er ook niet bij met mijn hoofd. Ik was moe, lamblendig. Gewoon omdat, gisternacht niet geslapen, afgelopen nacht weer een beroerde nacht gehad. Want Rijka was vervelend, Kandalf was vervelend, dan weer Rijka, dat wisselde zich af. Elving was een schat, die heb ik niet vernomen. Nee, ja, ze heb heel eventjes leggen te snurken. Nou, dat was misschien 2-3 minuten en toen was het over. Dus ja, maar die andere twee, die wisselden elkaar af om lastig te zijn. Dus ja, dan slaap je ook niet. Ik ken er moeilijk tegen dat mijn slaapkamerdeur helemaal open staat. Die staat altijd op een kier zodanig dat meneer Kandalf er door kan. Ja, wat denk je? Springt hij er tegenaan en hup, is die deur een heel eind open. Maar ik heb beneden, vlak voor onze deur van de buurman en van mij, staat een lantaarnpaal.
dat licht, dat stroomt naar binnen en dat zie je. Nou, ik kan dan niet, dan kan ik ook niet slapen. Nee, ik kan dan niet slapen met licht, zoveel licht om mij heen. Boven, als je echt boven bent, dan heb je die donkere kap. Dus dat zie je dan weer niet. Het licht gaat niet omhoog, gaat naar beneden. En dat komt dan binnen in je huis. Ik heb er hier ook één. Nou, ik kan rustig in principe s'avonds in het donker blijven zitten. Want ik heb licht genoeg aan dat ding. Ja, in principe wel, maar het is niet gezellig. Nee. Wat hebben we nog meer te vertellen? Ik weet niet. Oh ja, ik heb de kersttakken buiten ook opgeruimd. De versiering ligt daar even te drogen. Dus dat ligt daar bij de kachel. Dat kan ik straks opruimen. Er hangt in die tak tussen de keuken en de kamer hangt nog één gouden balletje in. Want dat kan er ook uit. En de kerstman. En ja, ik kan dat piekje niet vinden wat ik zocht. Ik kan dat sleetje wat bij het hertje behoort niet vinden. Dus waar het is, Joost mag het weten. Dus dat kan allemaal opgeruimd worden en dan kun je naar boven doen. Dus ja, dan ga ik straks ook even mee aan de gang. En dan kan Stefan dat mooi naar boven brengen. Dan zijn we dat ook weer kwijt. Achter mijn rug. Er zit nog wat in die doos. Er zit een plastic tas in. En die tas moet er weer uit. Die kan beneden in de trapskast. Dat zijn mijn oude laarzen. Nou, die wil ik niet naar boven hebben. Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon verder van je dag. En geniet ook gezellig met een ander mee, maar ook zeker met ons. Ik zou zeggen, geniet ze. Ja, wat moet je anders doen? Ja, toch?